Bouke, kijk jij terug op vandaag? Time to Lopez voor de tijd. 25. Ah, oké. Okay. Perfecto. Ja, blij ermee? Ja, dat is wel lekker. Ja, een beetje mooi gat voor die tijdrit vanmorgen. Dus ja, wel blij dat die vijfde plek al vrij zeker is. Überhaupt meegekregen wat er met Lopez is gebeurd op de slotklim? Ja, zeker. Dat gebeurde vlak voor me. En ik moest de voet uit het pedaal halen zelfs. En, ja, ik zag niet precies wat er gebeurde, maar... dat was met een toeschouwer. Je reed tegen elkaar aan, geloof ik. En ja, dat is jammer voor hem. Maar volgens mij zakte hij er al een beetje doorheen. Want onderaan had hij 10 seconden op mij, doordat Maika in die afdaling viel. En ja, daar kon ik daar dicht rijden. Maar goed, het is wel jammer voor hem dat hij zo de tijd verliest. Maar ja, ik ben wel blij met vandaag. Ja, want die vijfde plek die lijkt nu behoorlijk zeker. Ja, dus daar ben ik wel blij mee. Dat was denk ik het maximaal haalbare vandaag. En ja, goed, dat hebben we gedaan. Dus dat was een super zware rit. Eigenlijk van begin tot eind. Die eerste klim werd er al gekoerst alsof de aankomst bovenop lag zo hard. En uiteindelijk rijdt het kopgroepje weg. En op die mangen weet je dat het daar gaat ontploffen, omdat dat eigenlijk de zwaarste call is van de dag. En ik moest even een gaatje laten de laatste paar kilometer, maar ik was nooit echt in paniek geschoten. Ik wist dat ik maar 20, 30 seconden achter lag en ik had die afdaling goed verkend. Dus ik ging daar heel hard naar beneden, denk ik. En halverwege de afdaling zat ik er weer terug bij. En daarna ging het even iets rustiger. En in die finale, de laatste, 15 kilometer, was het weer echt volle bak. En best wel hectisch is Maika, die schuift er nog weg vlak voor mij. En vervolgens Lopez. En daarna was het gewoon eigenlijk volle bak rijden tot die finish. En die laatste klim lag me gelukkig wel goed. Zag je ook nog even halverwege de rit dat je last had van wat materiaalpleg? Heeft je dat veel gehinderd? Nee, er was even één momentje dat mijn ketting eraf liep. Maar dat was maar een paar seconden en gelukkig was het toen nog ver van de finish. Daarna weet je natuurlijk dat er op die slotklim alles weer gaat ontploffen. Ja, probeer je dan mee te gaan of is het gewoon aanhaken? Wat gaat er dan eigenlijk door jou heen dan? Nou, het brak eigenlijk in de afdaling door die val van Maika. Want bovenop die voorlaatste beklimming, zeg maar, op 11 kilometer te gaan. Toen waren we nog met een man of 10, denk ik, kleine 10 man bij elkaar. En door die val van Maika brak het. En vooraan gaf Nibali, denk ik, gas. En toen hebben die mannen nooit meer gezien. Dat was eigenlijk wel jammer. En anders krijg je misschien een iets andere koers. Maar toen was het een paar kilometer afdalen en die laatste klim van 7 kilometer. Zat ik in een groepje met Sivakov, die reed wel sterk. En Roglic, die op een gegeven moment heeft het tweede deel veel op kop gereden. Om, voor zijn klassement natuurlijk. En voor mij was dat eigenlijk een mooie situatie. Nu alleen nog even een tijdrit. Ja, wat nog een pittig tijdritje denk ik wel. Maar die eerste twee tijdritten gingen ook goed. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Ook even voor